Kees tegen Jelmer. Kees, je hebt een dagje rust gekregen. Eet smakelijk trouwens. Dankjewel. Wat eet je? Nasi weer. Oh, eet smakelijk. En je neemt het op tegen Jelmer. Dag Jelmer. Het is een crisis, hè. Dus je moet dingen bewaren. Ja. Hoi Jelmer. Dag Niel. Hi. Hi. Jij wilde het heel graag opnemen tegen Kees, hè? Nou ja, ik wil het best opnemen tegen Kees. Maar je zei net een zware tegenstander. Maar voel je dan op kilo's? Nee hoor, ik weet dat jij aardig goed kan quizzen, dus nou ja, laten we gewoon snel beginnen. Dan kan Kees lekker even dooreten met zijn nasi. Eet smakelijk, Kees. Jammer, veel succes. Eet smakelijk, Kees. Dank je. Drie spelerspaspoortjes beginnen we mee. Spelerspaspoortje nummer 1. Saint-Étienne, Chelsea, Stoke City, Everton, Chelsea. Nee, ik pas. Kees, idee? Kees, hoe heet die nou? Shit, die... Ik doe nog één keertje. Saint-Étienne, Chelsea, Stoke City, Everton, Chelsea. Ja, ik weet hem. Maar ik weet zijn naam niet. Conte, die gebruikte hem in die 3-5-2 aan de rechterkant. Donkere jongen, ik weet zijn naam niet. Nee, het is Kurt Zouma. Die dus niet. Nee, niet geweten. Goed, volgende. Hoe heet nou die gozer die Victor Moses. Victor Moses. Die heeft ook bij Stoke gespeeld. Ja. Ja. Zeker. Goed, volgende. Toulouse, Marseille, Monaco, Manchester United, Marseille, Nantes. Ja, jongens. Oh. Toulouse, Marseille, Monaco, Manchester United, Marseille, Nantes. Iemand een gokje of niet? Nee, ik heb geen idee meer. Fabian Barthez. Ja. Dat had ik niet opgekomen. Volgende. Haarlem, RKC, Feyenoord, Vitesse, Levski Sofia, Vojvodina. Ja, Jelmer. Serginho Green. Is goed. Netjes. Heel netjes. Goed, dat betekent dat Jelmer met een 1-0 voorsprong gaat naar de volgende ronde. Mag Kees zeggen als eerste hoeveel clubs hij kan opnoemen van Samir Nasri? Jammer, gaat het snel opzoeken? Nee. Nee, dat doe ik niet. Vier. Zo, vier. Oké. Okay. Ga je eroverheen, Jammer? Nee, mag je doen. Oké. Okay. Kom maar, Kees. Arsenal, Manchester City, West Ham... En dan die Franse ploeg. Marseille. Oh, knap hoor. Je had ook nog Sevilla, Antalyaspor en Anderlecht kunnen noemen. Anderlecht? Ja? Ja, daar zit hij nu. Ja? Ja. Maar goed, 1-1. Volgende. Nou, mag jij beginnen, Jelmer. Hoeveel clubs kan je opnoemen waar DJ Drogba heeft gespeeld? Zo. Sowieso drie. Kees, ga je eroverheen? Ja. Ja, dat moet ik wel gokken, want drie weet ik er ook. Dus, ga jij over vier heen, Jelmer? Durf jij er vijf? Ik durf... Nee, dan moet ik ook gaan gokken. Drie weet ik zeker, die andere weet ik niet zeker. Kom op, joh. Doe je er vijf, Jelmer, ja of nee? Nee, ik ga geen vijf doen. Oké, Kees, vier van jou wil ik er. Chelsea. Ja. Galatasaray. Ja. Marseille, toch ook? Ja. Ja.
Shenzhen. Ik wist de naam niet. Shenzhen Guangren. Nee. Het was Shanghai Shenhua. Ja, die bedoelde ik dus wel. Ja. Hij speelde ook nog bij Montreal Impact, Phoenix, Rising, Le Mans, Gengar. Montreal had ik misschien wel kunnen weten, maar ja. Verder... Dat betekent dat Jelmer 2-1 voor staat voordat we naar de finale vraag gaan. Nou, laten we beginnen. Kees, jij mag beginnen. Ja. Als jij deze wint, doen we weer een beslissingsvraag. Noem spelers die bij beide clubs hebben gespeeld. Milan en Inter. Zlatan. Ja. Francesco Coco. Is goed. Daar had ik niet op die gekomen. Die zag ook niet gelijk bij mij. Seedorf. Ja. Ronaldo is al gezegd, hè? Ronaldo heeft niet gezegd, Ronaldo. Nee, Ronaldo, heel goed. Edgar David. Is goed. Oeh, AC Milan, Inter Milan. Wil je nu een antwoord? AC Milan, Inter Milan. Kom maar, ik wil een antwoord weten nu. Nee, ik weet het niet. Nee, pas. Oké. Betekent dat Kees deze ronde wint. Kees, had jij er nog één geweten? Nee. Cassano, Balotelli, Silvestre, Pirlo, Crespo, Roberto Baggio. Ach, Pirlo, ja. En Christian Vieri. Gaan we een beslissingsronde spelen? Hoeveel clubs kan je opnoemen waar Peter van Vossen heeft gespeeld? Jammer, jij mag kiezen. Hoeveel weken kan je erop noemen? 1, 2, 3, 4, 5. Nou, deze hebben we toch al gehad, jongens? Is dat zo? Vorige week. Oh, ja. Eerlijk van jou, dat doen we een andere. Met Istanbulspor kwam ik toe, wist je nog. Heel goed. Even kijken. Het is ook een beetje improviseren. Ja, ik heb er een nieuwe voor je. Jelmer, hoeveel kan je er opnoemen? Clubs waar Dwight Tindalli heeft gespeeld. Kom je erop? Ja, minimaal 3. Openingspot is 3. 3? Kees, 4? Heeft hij nog meer gespeeld in Nederland? Ja, ik ga wel voor 4, want anders verlies ik sowieso. Oeh, dat is goed. Jammer, durf jij 5? En dan moet ik wel, anders verlies ik sowieso. Je moet wel eigenlijk, hè, Jelmer? Oh, ja. Come on, Jelmer! Dan ga ik naar 5. Ja, vooruit. Ga jij voor 6, Kees? Dat vind ik mooi. Nee, ik vind ook als Jelmer dit weet, dan verdient hij het 100% om te winnen. Nou, kom maar, Jelmer. Feyenoord. Ja. Twente. Ja. Sparta. Ik zie die ogen steeds naar links gaan. Wat ligt daar, Jelmer? Niks. Ik kan het nadenken. Feyenoord, Twente, Utrecht heeft hij nog gespeeld. Sparta. En toen ging hij volgens mij naar... Heeft hij nu bij Swansea City gezeten? Ja, dat is helemaal goed. Ja. Ja, dat is hem al. Dan heb je er al 5. Ja. Sparta wist ik niet. Ik wist er maar 3 trouwens. Ja, om het rijtje compleet te maken... Swansea wist ik wel. Middlesbrough en Oxford United. Uiteraard. Nou, Oxford United wist ik niet. En Middlesbrough wist ik ook niet. Maar Jelmer... Ja? Dat betekent dat je gewonnen hebt, jongen. Nou, mooi. Jelmer, gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, Kees. Kan ik weer even rustig eten, gewoon tussen de middag. Ja, ik heb het net op. Kees, ja. Dankjewel. Eet smakelijk, jongens, nog even. Ja, zet hem op. We spreken elkaar. Moet ik ook nog even wat roepen over de Eredivisie? Zeg maar. Dat gaan we, dat gaan we nu allemaal natuurlijk doen. Nou? Nee, ik zeg niks. Hoezo niet? We moeten allemaal ons muil houden en wachten wat er besloten wordt.
Dat ze allemaal gaan roepen wat we doen. Ja, maar wie moet het besluiten dan? KNVB gaat dat toch beslissen met de FIFA en de UEFA samen? Dat ja. is toch, dus moet de clubs moeten zich daar gewoon aan houden? Ja, dan gaat die club dat roepen, die club dat. En de aanvoerder en die trainer gaat nog even wat roepen. Alsof het, de KNVB kan niet eens een normaal persbericht naar buiten brengen. Daar hebben ze dan moeilijk mee. Zonder fouten. Laat ze nou, ja, weet je hoe moeilijk dit is? Dat zei ik toch vorige week al, hoe moeilijk deze situatie zeker, is. Dan gaan we allemaal lopen roepen wat we willen. Ja. Nee, ik ben helemaal met je eens. En ze mogen toch ook niet alleen beslissen? Nee. Ze moeten toch sowieso wachten op de... Overigens, er is nog wel een beetje strijd in de chat. Of er links iets op het bureau bij jou ligt, Jelmer. Een muis. Oh. Een muis. Oké. Okay. Nou goed, volgende keer geblinddoekt, zeggen mensen. Maar even het bureau laten zien, zou wel goed zijn, zegt Ruben Monsterman. Vind ik prima. Ik vind volgende keer geblinddoekt vind ik goed hoor. Ja, ik denk dat ze gewoon echt verbaasd zijn dat iemand Kees heeft verslagen. Dus zodoende. Jammer. Ja. Gefeliciteerd. Oprechte felicitaties, Kees. Rustig aan. Jongens, we verzinnen wel een nieuwe rubriek voor je, Kees. Ja, is goed. Imitaties of zo. Ja, is goed. Maandag de eerste, ja? Ja, half één. Half één. Tot maandag, ja. Kees. Doei. Hoi.